Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag maandag 18 maart en ik ga voor jullie weer een kaartje trekken zoals ik wekelijks doe. En deze keer ga ik de kaartjes trekken uit het deck van aartsengel Raphaël van Doreen Virtue. En ik zal dus beginnen met het trekken van het weekkaartje voor de week van 18 maart tot 24 maart. De tijd gaat heel snel. En ik heb al het weekkaartje gekregen. En dat is deze. Gebruik je helende vermogens. En dat is een heel mooie kaart die eigenlijk duidelijk wil maken dat we allemaal onszelf kunnen helen. Dat kan ten eerste al door te luisteren naar onze intuïtie en naar ons lichaam. Dus wanneer we ergens pijn hebben of ziekte ervaren, dan wil ons lichaam ons iets vertellen. En door dan te gaan luisteren wat je gevoel je in heeft, dus via je intuïtie, kan je dan ook te weten komen wat je kan doen om je gezondheid te verbeteren. Dus ten eerste mag je altijd hulp vragen aan aartsengel Raphaël. Aartsengel Raphaël is eigenlijk de engel van de genezing. Hij helpt ons om te helen, zowel op lichamelijk vlak, of op emotioneel en mentaal vlak, daar kan aartsengel Raphaël je ook goed bij helpen. En hij vraagt je om hem om hulp te vragen. Want als jij niet om hulp vraagt, dan kan hij ook niet zoveel doen. Het is heel belangrijk dat je zelf om hulp vraagt. En wanneer je dan bijvoorbeeld gaat mediteren ook en ook hulp gaat vragen aan aartsengel Raphaël, kan je misschien ook boodschappen doorkrijgen die je helpen eigenlijk om je gezondheid te verbeteren. Of misschien hoef je zelfs helemaal niet te gaan mediteren. Misschien heb je zo al het gevoel, misschien heb je het gevoel dat je je voeding mag aanpassen of dat je meer moet rusten. Zo'n dingen, dat komt gemakkelijk tot je door. En als je dan naar je lichaam gaat luisteren, dan kan je jezelf al een groot stuk helen. Ook krijg je misschien door dat je een bepaalde dokter mag opzoeken of een bepaalde diëtist of iemand anders die alternatieve geneeswijzen aanbiedt of dat je yoga mag volgen. Ik noem maar iets op. Maar al deze dingen kunnen je gezondheid verbeteren en dat wordt doorgegeven via je intuïtie. Deze kaart kan ook betekenen dat je jezelf kan gaan helen door energieheling. Misschien kan je Reiki bij jezelf toepassen of een andere geneeswijze waarbij je jezelf kunt helen. Dit kan ook een kaart zijn die je aanspoort om een cursus te gaan volgen. Om te gaan werken met energie of alternatieve geneeswijzen. Ook kan het zijn dat deze kaart je aanspoort om studies te gaan volgen als verpleegkundige, dokter. Dat kan allemaal zijn, want als deze kaart tevoorschijn komt, dan heeft het wel een reden en heeft het wel iets te maken met dat je jezelf kan gaan genezen of anderen gaan genezen. Deze kaart is ook een teken dat je aan de slag mag gaan met wat je geleerd hebt. Als je een cursus gevolgd hebt hierover, dan mag je echt wel gaan oefenen of het gaan uitoefenen bij mensen en bij jezelf, zodat je jezelf en anderen kan helen. Dus dat is een hele mooie weekkaart. En denk eens na wat deze kaart
betekent voor jou. Het is een heel mooie kaart met een engel, het engel Raphaël vermoed ik, die het hondje geneest. Want je kan ook je helend vermogen toepassen bij je huisdieren om hen te helen. Dus dat is heel mooi, een mooie boodschap deze week. En dan ga ik ook nog naar gewoonte, dus 3 keuzekaartjes trekken. Waarbij jullie intuïtie mogen laten spreken en zelf een kaartje kiezen. Dat is het eerste. Het tweede kaartje en nog eentje. Ja, ik heb het gekregen. En nu gaan we ze eventjes tonen. Dus dat is het kaartje 1, kaartje 2 en kaartje 3. Dus ik zou zeggen, kies een kaartje, hetgene je het meest aanspreekt. Dus kaartje 1, kaartje 2 of kaartje 3. En nu zal ik eens vertellen wat de boodschap is. Het eerste kaartje is deze. Vraag aartsengel Raphaël om hulp. Lieve aartsengel Raphaël, ik vraag uw helende hulp voor, en hier mag je de situatie beschrijven. Dankjewel voor uw helende interventie. En zoals ik daarnet al zei, als jij niet om hulp vraagt, dan kunnen de engelen ook heel weinig voor jou doen. De engelen staan je altijd nabij en helpen je zeker wanneer de situatie levensbedreigend is. Dan grijpen ze onmiddellijk in. Maar wanneer het om een andere situatie gaat, is het heel noodzakelijk dat je zelf om hulp vraagt. Want je beschikt over een vrije wil. En de engelen respecteren dat en willen eerst dat jij om hulp vraagt, zodat ze je dan ook vervolgens kunnen helpen. En wees niet bang dat je hen tot last bent, want ze doen dat heel graag. Ze staan altijd graag voor jou klaar om jou te helpen. Ze willen zelfs eigenlijk dat mensen veel meer om hulp vragen. Dus wees daar zeker niet bang voor. Dus als je met bepaalde gezondheidsproblemen sukkelt, of je hebt dingen te helen op emotioneel vlak of op mentaal vlak, vraag dan aartsengel Raphaël om hulp. Wees daar niet bang voor. Doe dit iedere dag, iedere moment dat je je zorgen maakt. Vraag hem om hulp. En het werkt wel echt. Aartsengel Raphaël zal je met plezier helpen. Dus aarzel niet. En als je met een situatie zit, vraag hem zeker om hulp. En dan het tweede kaartje. Was deze. Vertrouw je zorgen aan ons toe. Lieve aartsengel Raphaël, ik ben bereid elke angst over te geven en aan u toe te vertrouwen. Help me om volledig los te kunnen laten, zodat u me optimaal kunt begeleiden in de huidige situatie. Deze kaart zegt dus zeker, maak je geen zorgen. Wanneer je je zorgen maakt, vertraag je alles en trek je eigenlijk aan wat je niet wil. Zorgen maken is eigenlijk een omgekeerde vorm van gebed. Dus door aandacht aan te schenken aan je zorgen, dan gaan deze groeien. En ja, trek je eigenlijk juist aan wat je niet wil, in plaats van wat je wel wil. Dus wanneer je merkt dat je je zorgen maakt,
Vraag dan aan de engelen om je te helpen om deze los te laten. En wat je kan doen is dan te bidden in plaats van je zorgen te maken. Dus wanneer je merkt dat je je zorgen maakt, vraag dan in plaats hetgene wat je wel wil. Denk aan de uitkomst die je graag wilt en focus je daarop. Focus je op de positieve uitkomst en focus je op hetgene wat je wel wil. Dan kan je ook datgene gaan aantrekken. Dus deze kaart zegt eigenlijk, geef je zorgen aan ons. En vertrouw erop dat wij echt wel goed voor je zorgen. Dat wij ervoor zorgen dat, ja, dat alles goed verloopt. En dat alles voor je eigen goed uitdraait. Dus vertrouw op de engelen. En ja, denk positief en focus je op de positieve uitkomst. En dan heb ik nog een derde kaartje. Luister naar je intuïtie. Dat is ook een heel mooie kaart, want je intuïtie, als je luistert naar je intuïtie, daar kan je echt niets mee verkeerd doen. Het is altijd heel belangrijk om te gaan luisteren naar je gevoel. Dus als je bijvoorbeeld twijfelt over iets en je weet niet goed wat je moet doen, luister dan wat je gevoel erover zegt. Voelt het goed, dan, ja, dan moet je het zeker doen. Voelt het niet goed en voelt het tegenstrijdig, dan wil dit zeggen dat het echt wel niet goed voor je is. En ja, dat kan je eigenlijk met alles doen. Het kan gaan over je voeding of bepaalde geneesmiddelen, een bepaalde dokter, een advocaat. Een, ja, bij alles, bij elke keuze die je moet maken of ja, iedere situatie die je onder ogen komt, is het heel belangrijk om te luisteren naar je intuïtie. Zelfs ook als je gaat werken met edelstenen. In mijn groep van de helende werking van edelstenen krijg ik soms veelal de vraag ja, welke steen dat er bij hen past of welke steen ze kunnen gebruiken voor een bepaalde klacht of als ze bijvoorbeeld stenen samen kunnen dragen of niet. Dan zeg ik eigenlijk altijd luister naar je gevoel. Ook als je een steen kiest is het heel belangrijk dat je luistert naar je gevoel, wat je gevoel daarover zegt. En ja, eigenlijk is het voor alles zo. Voor ook het voedsel dat je kiest of de dingen die je koopt. Het is altijd heel, ook over relaties, heel belangrijk om te luisteren naar wat je gevoel hierover zegt. Je eerste ingeving komt vaak uit je intuïtie. En het ego komt daarna met allerlei argumenten en twijfels. Maar het eerste gevoel dat je binnenkrijgt is echt wel van je intuïtie. En het is heel belangrijk dat je hiernaar luistert. Zo, dit waren de kaartjes van aartsengel Raphaël deze keer. En ik wens jullie alvast een fijne week toe. En tot volgende week. Dag!